Dit is mijn dochter Jasmee en samen zijn wij de Vogies! Yay! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Wij gaan vandaag even werken op de zaak, want het is super druk. Super druk en het regent. En het regent, dus we moesten heel even helpen. Dus en dat gaan we even doen. Nieuw outfit. Ja, Jasmee is weer helemaal nieuw. Zie je? En ik heb ook een nieuwe jas. Samen met Omi is even gaan shoppen. Ik heb een wokkel. Ja, dezelfde kleur wokkel. En een mooie jas, maar die zien jullie dan straks wel. Vanmiddag wil Jasmee een leuk beauty momentje doen, dus we nemen jullie weer mee. Opa! Zie je? Jasmee is helemaal zacht. Zachte jas. Helemaal leuk. Klaar voor de winter ben jij? Ja, Max staat op de weg. Ja, dat is niet zo best. Kom Max! Nou, Jasmee zit echt op de telefoon. Terwijl ik de orders aan het inpakken ben. Beetje helpen, hè? Ja. Nou, we gingen even lekker lunchen bij oma. Dus dat hebben we gedaan. Daarna zijn we boodschappen gaan doen. Want Jasmee vond het eigenlijk super gezellig bij oma. Dus die blijft nog even. Ga ik even boodschapjes doen. Daarna haal ik Jasmee weer op. En dan gaan we beginnen met Jasmee de beautydag. Nou, even bij de kruidvat. En ik zag nog wat koekjes die Jasmee altijd lekker vindt voor school. En school begint natuurlijk bijna. Dus die nemen we ook mee. Ja, het regent zeker. Laat eens kijken. Dus ben je wel eens even Max aan het uitlaten. Ik zie het niet op je gezicht. Kijk hè. Allemaal druppels op je gezicht. Ik kwam binnen en ik denk, waar zijn ze? Er was precies een regenbui. En Jasmee en Omi waren buiten. En nou is speeltuin. Ja, maar nou is het weer droog gelukkig. Kijk, Max zie het. Zo, ben je er klaar voor? Ja. Het is meegevraagd vaak als ik me aan het opmaken ben van mam mag ik ook make-up en mam wil me ja, ook opmaken. Ja, ik heb ook eigen make-up. Ja. En die verstopt zijn. Ja, vaak wel. Zeker als je naar school moet, hè. Al het blauwe oogschaduw met knalrooi in je gezicht. Ja, wat als ik naar school ga en dan zeg ik mama, vind je me moeilijk en dan zit ik onder. En dan heb ik natuurlijk haast, dan moet ik naar mijn werk en dan zit ze helemaal onder. Dat moet, dus dat verstop ik een beetje. Ik heb wat dingen neergelegd, ik laat het straks allemaal zien. Ik gebruik niet echt heel veel make-up. En je hebt het gewoon alweer verstopt. Ja, maar ik gebruik altijd een dagcreme. Een dagcreme met een tintje erin, dat is deze, die gebruik ik eigenlijk altijd. Die vind ik super fijn, dat is nummertje 2, voor degene die het willen weten. En Maxi is bijna jarig. Ja. Maar die gebruik ik dezelfde tijd. Dus eigenlijk gewoon een dagcreme en een tintje. Dus geen foundation, geen weet ik het allemaal wat ze opsmeren. Gewoon puur een dagcreme en een tintje. Die wat matterend is, vind ik altijd mooi als het gewoon een beetje mat is. En daarna eigenlijk een poedertje. Ik heb nu gewoon een simpele poeder van de HEMA. Waarom? Omdat ik toevallig bij de HEMA toen was en mijn poeder was op. Dus ik dacht, nou, laat ik hem eens een keer proberen. Ook weer een matte poeder. En een rouge. Die heb ik altijd van deze, nummer 74 is dat. Die vind ik altijd super mooi. Die heb ik echt al Kietelding. Nou, vanaf dat ik 16 ben geloof ik. In ieder geval niet dezelfde. En een kietelding. Ja, dat is voor je poedertje. Dan heb ik altijd mascara. De mascara. Heb ik deze, de hippie van L'Oreal. Die vind ik zelf echt super fijn. Ik heb altijd al veel mascara's geprobeerd, maar deze vind ik echt wel lekker. En ik heb altijd voor mijn wenkbrauwen en mijn eyeliner zijn getatoeëerd. Dus permanente make-up. Dus hoef ik eigenlijk nooit dat aan te doen. Soms dan verf ik mijn haartjes wel eens even één keer in de zoveel tijd. En dat krijg ik vandaag ook. Nou, het verven ga ik niet doen. Dus het is lekker. Mijn wenkbrauwen en mijn eyeliner hoef ik eigenlijk niks aan te doen. Nagellakken. Nagellakken gaan we ook nog doen. Dat gaan we straks doen. Met die kleurtjes. Ja. Mijn lievelingskleur. Maar goed, en als ik mijn wenkbrauw een beetje wil bijtekenen, wat ik natuurlijk wel eens mee ga doen, dan doe ik dat met een stift. Een potloodje van de HEMA. Die vind ik zelf het prettigste. En als ze mij gaat sminken, dan heeft ze een potlood. Ja, dat is ook smink. Ja. En dat is. Nee, dat is niet deze. Maar dit is dus een wenkbrauwpotlood van de HEMA. Die vind ik gewoon heel erg prettig. Met zo'n kwastje aan de andere kant. En dit is? En deze is gewoon een... Opa. Een... Daar smink je mij mee, of niet? Nee, niet smink. Oh, als ik wel eens poesjes maak of zo, van die snorharen. Ja, dat doe ik ook wel met deze. Maar dan kan ik even zo mijn eyeliner iets mee extra aanzetten. En een poesje. En een poesje weer maken. Maar zullen we dat nu niet doen? Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het Jasmee
exact hetzelfde opmaken zoals ik al met mezelf opmaak. En als ik een poesje wil worden, maak je hier een roze neusje. Ja, dat doe ik ook altijd. Hè. Ik ben echt super benieuwd hoe Jasmee eruit gaat zien met mascara. En wat donkerende wenkbrauwen. Want Jasmee heeft nu, zoals je kunt zien, echt hele witte wenkbrauwen. Die zijn echt net zo wit als de haar. Zien. Nee, dus ik ga ze niet zo donker maken als bij mij. Maar ja, misschien ook wel. Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval een klein beetje ga ik die aanzetten. En jongens en meiden, als ik jaag ben, krijg ik lange nagels. Ja. Een klein beetje. Ja, dat zien we wel. Maar dat gaan we best doen. En ik heb altijd, ik breng het niet met mijn handen aan, maar ik breng het altijd met zo'n sponsje aan. Zo'n ronde vind ik zelf altijd prettig. Ja, en dan kan je... Ja, dan kan ik nou niet zo tegen je aan slaan, maar dan doe ik het eigenlijk een beetje zo uitsmeren met dat sponsje. En als ik dat ga doen, ik heb dat bij mijn smink, dan doe ik zo. Ja. Pok, pok. Want je hebt ook die andere, die beauty blenders. Nou, ik vind altijd alsof ik mezelf neersla. Ik zal het ongetwijfeld verkeerd doen dan. Dus dat vind ik niks. Ik vind deze sponsjes eigenlijk alle fijnste. En als ik naar school ga en ik doe het op bij mij, als ik het doe met mijn eigen, zit ik heel mijn gezicht zit dan onder blauw. Ja. Nou, dus we gaan beginnen. Ben je er klaar voor? Ja. Spannend, hè? Oké. Oké, doe ik een klein beetje zo dichterbij. Oh, dit zit ook een beetje flikker. Gaan we beginnen? Ja, dus ik doe een heel klein druppeltje van die dagcreme op het dingetje. Op het sponsje. Nee, sponsje. Kwasje. Die gebruik ik echt super weinig, echt maar een druppeltje. En dat is genoeg voor het hele gezicht. Twee druppels. Nou ja, eentje, maar ik durf er niet gelijk te doen. Oeh, dat is wel heel gek hoor. Mondje dicht. En dit is natuurlijk voor mijn huidskleur. Misschien dat die iets te donker is nog voor Jasmee. Maar ik ga ook over je ogen heen. Oogjes dicht. Ik breng hem ook altijd over mijn ogen aan, dat hij overal geëvenredigd zit. Ik breng hem ook altijd richting de haargrens aan, dat hij mooi wegblendt. Dus het is eigenlijk gewoon een dagcreme, dus gedurende de dag trekt het eigenlijk gewoon een beetje in. En wordt hij steeds natuurlijker. Dus als je hem net hebt aangebracht, is hij best wel... Welke kleur ben ik? Ja, donkerbruin. Nee, gewoon heel lichtbruin. Maar het maakt net even wat je gezicht egaler. En vroeger toen ik heel klein was. Toen ik zie dat ik lichtbruin ben. Ja, toen ik een jaar of 16 was, die hoopt nog. Toen had ik hem zelf altijd van Nivea had ik hem. Ook met een tintje. Dat was ook een dagcreme met een tintje. Zo. Kijk. Mooi hè. Papa belde even tussendoor. Ja, dat kan ik gebeuren. Daarom zei ik dat. Ze zag opeens in de camera dat papa belde. Ja. Nou ja, dat kan gebeuren. Ja, kijk eens in de camera hoe je eruit ziet. Dus je ziet nu nog niet eigenlijk heel veel verschil, maar ik vind het altijd mooi als je... Zou ik eens dichtbij bij jullie zijn? Ja, ik zou daar ook wel inzoomen. Maar nu een beetje door deze lampen die hier boven hangen, ben je wat... ik ga je daar wel voor mooi in het licht zetten. En ik zit op paardrijles. Oh ja, dat hebben we gisteren ook nog gedaan. Hè? Gisteren is Jasmee naar een proefles geweest. En kijk, als je gaat als het paard gaat rennen, dan moet je een klein schopje geven. En als die rent, dan gebeurt er dit. Ah, zoals je ziet, is Jasmee altijd perfect stil natuurlijk. En gebeurt er niks tussendoor. Ja. Nee, maar Jasmee is inderdaad gisteren naar een proefles geweest. Het gebeurt niet door mij, maar het gebeurt door de paard. Ja, tuurlijk. En dat was super leuk, dus we gaan volgende week eigenlijk weer. En dan gaan we het vloggen. Nee, we mogen niet vloggen in de manege. Meerdere redenen natuurlijk, ook omdat er kunnen wel eens dingen misgaan. Of het paard doet dan even iets anders wat niet gepland is. Ja, als je dat dan precies natuurlijk eruit knipt, dat is natuurlijk niet leuk als je dat laat zien. Dus vandaar dat we eigenlijk gewoon niet filmen en niet foto's maken in de manege. Filmpje, ja. Hoe ik zo ging. Maar die laat ik alleen aan oma zien. Dus nou, ik ga een klein beetje poeder aanbrengen. Dus je zag eigenlijk hoe weinig ik gebruikte van de dagcreme. En het is ook maar gewoon echt een heel klein beetje poeder. Het is gewoon net ook een beetje te egaliseren. Maar hij heeft dus natuurlijk al de kleding aan. Ik ben natuurlijk altijd gewoon... Naak. In mijn naki. Heeft je mond dicht? En je ogen dicht? En die haal ik er eigenlijk een beetje overheen. Zodat het weer, wat mooier in elkaar overloopt. Ja, die is lekker zacht, hè? Het kietelt. Kietelt het. Oh, je glimt mijn oor. Ja, zo lekker. Oké, dan komt Rouge. Wat is Rouge? Dan krijg je een beetje een gezellig blosje. Blush? Oh, deze doet pijn. Nee, die is iets harder. Kijk dan maar.
Dat is moeilijk om bij jou. Kan je wel met mijn kind een feestje doen? Dan gaan we sminken. Gaan we opmaken. Sminken. Oh ja. Sminken. En dan heb ik altijd oogschaduw. Ja, dit is eigenlijk gewoon een hele simpele. Mag ik kiezen welke kleur? Kijk, even wachten. Dit is eigenlijk een hele simpele van de... Wat, ik kan nog een beetje meer lezen. Gewoon van de kruidvat. Het leuke vind ik dat er zitten verschillende kleurtjes in. Ik gebruik eigenlijk altijd gewoon de lichtste en een klein beetje die van de glitter. En die gebruik ik bovenin. Ik heb iets andere ogen als Jasmee. Dus ik breng hier eigenlijk altijd het lichtste gedeelte aan. Misschien hier wat donkerder. En dan hier net onder mijn wenkbrauw wat licht. Bij Jasmee ga ik het heel even proberen. Want kijk eens naar de camera. Jasmee heeft de ogen van de vader. Dus dit gedeelte is wat dieper. Dus ik ben benieuwd of ik hem ook tot hier ga aanbrengen. Ik ga voor... Voor die? Voor de glitters? Oké. Nou, doe ik hem eerst gewoon wel zoals ik hem natuurlijk zelf weer doe. En dan doe ik een klein beetje daarna van die glitter. Dus ik pak hem wat lichter. Mag je ogen weer dicht doen? Even naar mij kijken. Ja. Want ja, we gingen precies hetzelfde opmaken als ik deed natuurlijk. Zo. Max is aan het spelen op zijn achtergrond. Oh, ook dicht. Zo. Dan doe ik dus een beetje die lichtere. En die breng ik dan net hier onder mijn wenkbrauw aan. Mag ik ook nog glitter? Ja, die ga ik ook nog doen. Ik weet nog niet welke glitter, dus ik zit goed te nadenken. Ja, deze, die je net had uitgezocht. Ja, oogjes dicht. Dus die brengt dan altijd eigenlijk hier een beetje in het hoekje aan. Even blazen. Zo. Hou ik even met het sponsje een klein beetje de glitter weg. De glitter die gaat een beetje speels worden. Nou, dat geeft ook niks. Ik zie niet. Nee, maar straks wel. Zo. Oké. Okay. Nou, dus eigenlijk dat is allemaal heel simpel. Dan ga ik je oogjes doen. Ik zie niks. Ja, dat is straks wel. Ik zie het wel. Ik maak me altijd een heel klein beetje nat. Want dan... Tekent die mooier? Oogje mag je dicht doen. Nou, dit hoef ik dus niet meer te doen. Bij mezelf. Hou maar open. Omdat mama dat getatoeëerd heeft. Weet je wel? Mama had het de ogen laten doen. Ja. Hou maar zo. Kijk maar omhoog. En ik ben heel benieuwd, want papa belde net. En die zei van, nou, jullie zijn net weg. Maar zou die toch misschien aan het einde van de dag nog heel even kunnen helpen op de zaak? Dus we gaan dadelijk opgemaakt en wel naar je vader toe. Ja, ik ben heel ik benieuwd. Zie niks. Nee, maar straks wel. Ik zie het wel. Maar ik laat het zo even bij de camera wat dichterbij zien. Zal ik het even tussendoor? Laat ik het even. Dit is mee tot nu toe. Zie je, het huid is wat egaler. En mag ik mij zien? Ja, ik ga zo aan jou laten zien. En ik heb nu die eyeliner aangebracht. Gek hoor, om jou zo te zien. Wel mooi. Zo, nou komt je mascara. Ik kan je eyeliner nog ietsjes zwarter doen. Moet ik weer even je ogen dicht doen? Oeh, ja. Andere oogje ook. Kijken? Ja, beter. Kijken? Zie je, nu zie je wel een beetje, als je zo doet, zie je dan je eyeliner. Maar één oog een beetje knipogen. Dat lukt niet. Oh wow, ik zie er zo cute uit. Nou, dan gaan we nog even deze doen. Ja. Mag je een beetje naar beneden kijken? Nee, gewoon naar beneden. Nee, hier zo. Ja. Dat, hou je wel mijn wimpers? Je wel lekkere lange wimpers. Thank you.
Oké. Okay. Een klein beetje gemorst. Nee, maar ook wel. Oeh, niet altijd. Want jij smeert het overal. Ik ga een klein beetje een oor wat je even weghaalt. Kom maar. Nog even verder. Oké, dat haal ik zo even weg. Ja, laat maar zo zitten. Nee? Je deed veranderen met je ogen. Ja, zo. Zo blijft zitten. Probeer het niet te knipperen. Oeh, dat is moeilijk hoor. Zulke kleine oogjes. Even staan voor dit oog. Dat is niet mijn goede kant. Zo. Oeh, ja, dat hoor. En dat gaan we nog een keer. Wauw! Is het allemaal? Kijk, even zitten. Oeh, dat is echt wel heel gek hoor, om dit zo te zien. Ik wil nog een keer even dichterbij halen. View even van de stoel. Ja, nee joh. Wauw, dit is echt al zo gek. Ik ga echt de voor- en na foto erin doen. Wat leuk hè. Kijk eens naar de camera. Prachtig ben je. Zijn er bijna. Nu de wenkbrauwen nog. Lijken wel een beetje op elkaar? Nee. Beetje toch? Ik zie er wel mooi uit. Tadaa! Nog een lipstift. Ook gewoon een hele simpele van de Kruidvat. Maar het leuke vind ik dat hij de kleur van je lippen aanneemt. Dus hij wordt ietsjes rozer, maar het is niet echt een lipstift. Het is ook niet echt een lipgloss, dus net een beetje ertussen. Dus lipjes, ja, zo. Een klein beetje open. Goed zo. Ik hoor ook even op. Lekker. Doen we die weer terug? Waar die zat? Hoppatee. Oké, wenkbrauwtjes. We zijn dat. Nee, die hebben we ook gedaan. Wenkbrauwtjes. Oké, daar gaan we. Het zijn wenkbrauwen. Deze. Oké, gaan we weer recht zitten met mama. Oeh, zit je goed? Ja. Oké. Eén, zie ik. En weer een wenkbrauw. Nou, die andere. Ja, nou zie je het, hè? Als die zo omhoog gaat, dat is mama zo. Kom, de andere. Zo gek om jou zo te zien. Kom, volgende. Oké. En het liefst wil ik natuurlijk ook even de wenkbrauwen epileren, maar ik denk dat het gek hoor als ik dat doe. Laat ik je haakjes eruit trekken. Pak, pak, pak. Echt? Nee, dat doe ik niet. Even kijken hoor. Nou, ik denk dat we wel een beetje zijn. Ik zal het even weer omdraaien. Oeh. Gek hoor. Kijk nog eens één keer naar mij. Oh, iets naar achter. Ja. Mooi hoor. Ja, die wenkbrauwen, daar moeten we nog even aan werken. Want die zijn allemaal wat bruin. Ik zei tegen mama dat ze nog bruiner moeten. Ze wil ze nog bruiner, ze wil ze echt hetzelfde. Nou, eens even kijken waar mijn andere potloodje is. Want ik moet hem even slijpen, denk ik. Ja. Dus ik ga even een puntslijper pakken. Spannend, kijk mijn wenkbrauwen dan. Ik leg helemaal. Je ziet hier nog een klein beetje wit. Zo, punt is geslepen. Kijk. Zie je? We hebben een extra goed scherp puntje. Dat geeft pijn, joh. Nee, dat voel je niet. Voelen. Nee, kijk, doe ik ook bovenop je arm. Op je hand. Zie je?
Streepjes trekken. Oké. Even naar mama toe kijken. Ben je goed in beeld? Ja. Oké. Ik kan mijn nek getrokken in. Nou, dat is niet waar. Blijf stil zitten. Ja. Nou, zelf vind ik ze iets te donker nu. Maar ik denk dat Jasmeen nu wel meer het idee heeft van dat er echt wat veranderd is. Kijk eens naar me. Ja, vind je het mooi? Ja. Gaan we in de spiegel kijken. Dat is gek, hè, om jezelf dan een keer met wenkbrauwen te zien. Doe je je handen voor je gezicht weg? Glitter. Ja, dat komt van je oogschaduw, die is een beetje naar beneden gesprongen. Ik heb je moederplek. Ja, dit daar ook. Dus even van een afstandje kijken. Ga eens naar mij kijken. Hoi! Ja. Oh ja, nou, en je valt weer. Ja, waar ben je nou? En weer? Nou, gelukkig nog. Ja. Waar ben je? En nou, gelukkig. Ja, nu ga je naslakken. Het is echt heel gek om jou zo te zien. Of zo. Ja, lekker een pop. Ik heb mijn grote mensentanden eruit. Ja. En ik heb een wiebeltand. Ja, ook nog. Deze? Ja, die. Oeh. Ja, hij wiebelt weer. Gaat weer heen en weer. Tijd om de manicure te doen, de naslakken. Nou, hebben we ook weer de placemat. Even de make-up eraf. De nagellakjes. En Jasmeen wil twee verschillende nagellakken. Ze wil blauwe op deze hand. Op die andere hand. En deze groene op deze hand. Turquoise. Turquoise, ja. Even goed schudden. Shake it, shake it. Als jullie zien heb ik ook tacos. Ja. Nou, eerst even je nagels veilen. Dat ga ik je ook al een keer leren, hè? Hoe dat moet. Ze zijn mooi lang. Mm. Die naar beneden. Ik hou wel vast. Oké, dus ze zijn gevuild. Begin ik eerst met die turquoise. En voor jullie ook thuis, zal jullie even een beetje wij ook in beeld brengen. Ik zou het nooit thuis nadoen. Even vragen aan je mama. Maar met lakken, als je bij jezelf gaat lakken, of bij een ander, probeer altijd te steunen. Dus ik zal dadelijk weer onze handen inzoomen. Dan zie je ook dat ik mijn pink eigenlijk altijd probeert te steunen als ik ga lakken. Zou ik laten zien hoe ik mijn nagels mooi kan lakken? Nou, dat doen we volgende keer. Nu doe ik het. Een keer mag ik mama haar nagels doen. Ja, ik heb ze nu gewoon een naturel tintje. Zo. Ja, dus als ik Jasmeen de pinky pak, dan zorg ik dat mijn pink eigenlijk steunt. En dat ik met deze leg ik de vinger goed. Dan trek ik een klein beetje het nagelriempje naar achter. Ik zet hem rustig neer. Ik ga richting de nagelriem. En ik kom in één beweging naar voren. Dan zet ik hem hier weer neer. Ik draai hem iets naar rechts. En kom naar voren. Ik draai de vinger een beetje door over haar vinger heen te rollen. Zet hem weer neer. En rustig naar voren. En dan heb je een hele mooie gelakte nagel. Net de moeder. Dat is één. Heb je daar een wondje? Ja. Oh ja. Zo, blauw.
En groen turquoise maken we ervan. Hè? Mm-hmm. Nog even een topcoatje eroverheen. Echt nog. Zo, de nageltjes van Disney zijn ook gelakt. Alleen moet ze nog drogen. Ja, moet ze nog heel even drogen. Een droogmachine? Nee, want mama gaat altijd in de lamp. Maar dat is puur omdat ze dan hard worden. Dat kan helaas niet bij nagellak. En blazen heeft absoluut geen zin. Want als je blaast, komen er kleine speekseldeeltjes uit je mond. Dus die maken het eigenlijk alleen maar natter. Als je het echt sneller wil laten drogen, dan zou je eventueel een föhn kunnen pakken. En die op zijn koude stand kunnen zetten. En dan droogt hij wat sneller. Maar deze nagellak die ik gebruik, die is echt binnen een heel klein tijdje is die, droog. Nou, is hij dan droog? Bijna. Hij is nu touch dry, zoals we dat kunnen zeggen. Dus hij kan eraan zitten. Maar ze moeten gewoon nog heel even goed drogen. Het is meer de specialiteit. Lekker stilzitten. Nou, ze zijn droog en we gaan nu papa helpen. Vond je dit weer een leuk vlog? Geef dan een dik duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doei, tot de volgende keer. Doei, tot de volgende keer.